Het ministerie van HINT is bezig met de uitvoering van het Suriname Business Climate and Innovation Program. De bedoeling van dit programma is om de private sector te ondersteunen en om onze economie te versterken. De teamleader van dit project, Michael Hennessy, bracht onlangs een bezoek aan HI-minister Stephen Tsang. Tijdens dit onderhoud kwam naar voren dat er een toerismeconsultant is ingezet. Diverse actoren die te maken hebben met de toerismesector werden geconsulteerd. Minister Tsang adviseerde om ook het onderdeel birdwatching mee te nemen in het toerismegebeuren. Ook het pilotproject Innovation for Firms, IFS, kwam aan de orde. Het IFS-project ondersteunt kleine en middelgrote ondernemingen, wat moet leiden tot een groter concurrentievermogen tussen lokale bedrijven en op langere termijn meer export en grotere devieseninkomsten.